We zijn bij Café Weltschmerz en ik ben hier met Arno Wellens. Ik heb een paar dingen uit de krant gehaald en zoals altijd weet ik dat ik heel weinig weet. En dus ga ik het vragen aan de experts. In dit geval is dat Arno. Ja, als je het zo, als je zo begint, dan leg je de druk op. Ja, en ik heb al allemaal koffie op vandaag. Maar, druk is gevaarlijk. Jij bent een rising star en ze zouden je binnenkort eigenlijk moeten kronen. Tot? Met corona. Ja, ik was wel bang dat het daar... We weten over corona hebben. Ik weet niks van virus en zo. Wij gingen het niet over corona hebben. Nee? We gingen het hoogstens hebben over economische gevolgen daarvan. Ja. En ik heb een paar dingen die ik aan je voor wil leggen, Arno. Conform afspraak, ik ga een poging doen om jou niet te veel te interrumperen. Nee, doe normaal, joh. Dat is hetzelfde als dat je een tijger... We hebben het over gehad. Je koopt een tijgerwelp en je spreekt met de tijger af van... Je moet niet te veel sproeien, meubels kapot krabben. Jij bent vegan. Kinderen. Jij bent voortaan vegan. Ja, precies. Ik ben vegan nu. Ja? Dus jij bent gewoon wat je bent. Maar goed, oké, we hebben het. Ik mag jouw wezen ook niet aantasten. Ik mag dat niet van jou vragen. Dus mensen in de comments onder onze filmpjes, die zeggen dat heel vaak. Maar hou dan toch in je snavel. Hou dan een keer al je weg dicht. Maar dat gaat niet werken. Oh. Ja, of we moeten je opereren of iets. Maar dat, nee, ik respecteer jouw vrijheid en jouw... Arno, banken waarschuwen voor crash op de huizenmarkt. Oh? Welke krant is dit? Dit is het Parool. Parool. Amsterdamse krant. Ze maken denk ik te weinig gewag hier van de oorzaken. Ook weer van lage rente en veel nieuwe hypotheken. Aan de duwende kant van de prijzen. Dus die prijzen worden omhoog gestuwd. Maar er staat eigenlijk, centrale banken zien de kansen op een crash van de huizen- en kantorenmarkt in tal van landen toenemen. Doordat de prijzen veel te hoog zijn. Internationale beleggers spelen hierbij een belangrijke rol. Nou, ik zou daaraan willen toevoegen, internationale beleggers, lage rente en ruime hypotheekverstrekkingen. De vastgoedprijzen breken overal ter wereld records, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek van de Bank for International Settlements. Die in handen is van 60 centrale banken, waaronder de Nederlandse bank. Centrale banken zien de kansen op een correctie toenemen, doordat de prijzen van huizen en commercieel vastgoed veel sneller stijgen dan de inkomens. Ik heb ooit wel eens gezegd, hè, van we zouden de loonmatiging ook kunnen loslaten in Nederland. Ja, top idee. Dan maakt het niet, hè? Dan duwen we de inflatie een beetje omhoog. Dan wordt geld gewoon minder waard. Dan gaat alles omhoog. Maar wat je nu hebt is een soort dodelijke mix van stijgende huizenprijzen en een demografie die niet deugt. Hè? Dus verstedelijking enerzijds en anderzijds dus babyboomers op het platteland wiens huizen straks allemaal... Hebben we hier allemaal besproken. Hebben we allemaal al gehad. Dus we hebben dit allemaal al besproken. En dan staat er nu in de krant, nou, banken waarschuwen voor een crash op de huizenmarkt. Nou, wie zijn de banken? Is dat nou, dit is dan dit is de particulieren of de BIS? Dit is de BIS. De BIS die waarschuwt. Nog een ander artikeltje heb ik. Dat gaat over verdringen op de woningmarkt. Dat gaat over het grondrecht van het wonen. Misschien dat is wel iets abstracter, iets filosofischer. Maar oké, die waarschuwing van de BIS over de crash op de huizenmarkt. Even, waar zijn de meeste gevaren in Europa? In Europa. Heeft de markt in Londen is enorm in de vorige crisis. Ja, heeft een enorme dreun gehad. Is die weer dusdanig opgekrabbeld dat die weer gaat? De Nederlandse huizenmarkt die gedraagt zich net zo dom als dat hij deed voor de vorige crisis. Ja. Dus hier is het logisch dat dit misgaat. Ja, oké. Dat is een mooie... Dat is de wet van Hulleman. Dat is gewoon automatisch defaitisme. Nou, ja. Dat is het baseline scenario. En dan is het dus de vraag van, gaat het met iemand goed? Ja, dat is dan bijzonder. En als het... En er zijn een paar geluksvogels die hier goed mee wegkomen, maar de rest gaat gewoon weer hier last van krijgen. Maar ja, je ziet, kijk, het is licht misschien irritant, maar wij moeten gewoon een beetje gaan noemen wat wij hier al eerder hebben genoemd. Maar dat komt dus gewoon uit, hè? Stel, jij bent hypotheekadviseur, maar je bent wel zo ethisch als jij bent. Dan zou jij mij als 38-jarige man, zou je toch afraden om nu een huis te kopen? Ja,
Zeker als je dat met schuld moet doen. Ja. Want kijk, wordt dat ook wel gezegd van... Nee, ik zeg ook altijd, als je huid gaat kopen, leuk, maar heb je geld dan? Ja, precies. Dat is een koop anders een trailer of iets, weet je wel. Die kan je nog meenemen naar weet ik wat. Precies. Campingplaatsen zijn ook duur kijk, tegenwoordig. Kijk, wat ik altijd... Ik snap dat niet. Van, ik heb in een aantal debatten deel mogen nemen. Ik was bijvoorbeeld gevraagd bij de Vaste Kamercommissie voor Financiën. In de zomer was daar een heel debat over het geldstelsel. En dan heb ik dit ook genoemd. Heb ik gewoon gezegd van... dat onderpand, dat is het op een gegeven moment niet meer waard. Ja. Misschien kunnen we zo iets technischer op ingaan, maar... Maar er zaten een aantal oudere journalisten, een Kamerlid links of rechts en dan een van die nette economen. Zeggen, dat is niet waar, allemaal onzin. En zie je zo heel hard hun hoofd schudden als ik dat zeg. Ja. Maar ik vrees ervoor, net zoals onderpand, Wouter Bos, Jan-Peter Balken en Nout Wellink, toen het IMF-rapport in april 2008 kwam, die zeiden de Nederlandse huizenprijzen zijn 30% te hoog. Ja. Waarvan ze zeiden, hoor. Aperte onzin, wat een gelul. En vervolgens, anderhalf jaar later, keutjoeng. En echt gewoon precies 30% ging weer uit die waardes. Mooi, hè? Nou, dat hebben we nu. Tussen mooi. Dat hebben we nu met spuug en oud ijzer hebben we dat aan elkaar gejenkt weer. Ja. Namelijk extra krediet. En al die beleggers. Dat is het. Vanwege de lage rente moeten alle beleggers hun geld kwijt. Dus die zijn massaal die markt ingestroomd. Ja. Denk ze, heb ik toch stenen. Het voelt veilig, hè? Heb je bakstenen. Ja, dat is wat er gebeurt. Het stomme was toen, ik had dat toen genoemd. Is ook waar, want als je nu een miljoen investeert, wat straks nog maar 500.000 waard is, is het beter dan een miljoen bij de bank, wat straks nul waard is. Ja, en dan mag je de restschuld bijleggen. Dan als je dat is ook zo. Als je dan inderdaad met geleend, sorry. Kijk, het stomme wat ik toen wel bizar vond, is dat ik dat toen zei, en dan word je een beetje beschimpt. Ja. Weet je, dan word je ook uit samenvattingen geknipt en zo, weet je wel. Dan weet je gewoon van, dat is een beetje een beetje rare gozer die wel eens. Ja. Dat is misschien ook wel zo, maar... Ja, je bent in ieder geval een vreemde eend in de bijt. Ja. Wat gebeurt er nou? Een exoot. Twee weken daarna komt de DNB, die komt met een persbericht, dat ze eisen van Nederlandse banken, dat ze een paar miljard extra eigen vermogen aanhouden, ten opzichte van hun hypotheekportefeuille. Dat is vast voor de lol. Dat is voor de lol inderdaad. En dat is Lol. Is exact, dat is gewoon omdat... kijk, als je... Dat is omdat je een risico voelt. Er is iets aan de hand. Van, misschien gaat mijn wasmachine volgend jaar kapot. Laat ik eens een klein potje... Dat is ook zo. En ik wist dat eraan zat te komen. Maar die banken hebben die hypotheken toch helemaal niet zelf meer vast? Die zijn toch doorverkocht? Ze zijn nog wel juridisch eigenaar, maar niet meer economisch eigenaar. Ze hebben een deel hebben ze zelf. Ja. Voor een deel zijn ze inderdaad geen economisch eigenaar meer. Dat zijn de gesecuritiseerde hypotheken. Precies. Waar we het altijd over hebben, de stormseries van de Rabobank. Ja, ja. Dat is één deel. Maar als daar iets gebeurt, hè, dus als Rabobank bijvoorbeeld, of ABN AMRO, noem maar wat. Als die een pakket leningen hebben gesecuritiseerd en het blijft intern. Uh-huh. En een soort gelijk, een deel, ze maken bijvoorbeeld 10 van die pakketten en 5 worden ze verkopen ze ook aan elkaar door. Ze verkopen ze ook aan elkaar door, precies. Dus ja, als de bank heeft een potje van de ING hypotheek. Ja, en andersom, en dat is de, en dan voor handelsdoeleinden, dat zou kunnen. Maar als het externe deel, als daar wat gebeurt, dan heeft dat wel degelijk impact op de securitisaties die jij nog op je eigen balans hebt. Ja. Dus je kan op die manier geraakt worden. Uh-huh. Het problematische is dat als je zo'n 2008-achtig scenario zou hebben, waarbij dus het schaduwbankwezen omvalt en het coronavirus kan best wel eens een keer daar een soort van vlammetje in een pan met benzine. Ja, misschien kunnen we die zo... Die behandelen we zo meteen. Behandelen we zo, doen we het stiekem toch. Ja. Maar dat zou kunnen, hè. Dus het zou heel goed kunnen dat Nederlandse investeerders, of Nederlandse banken, zijn gewend om... heel veel schulden te verstrekken aan de mensen op hun eigen grondgebied. Uh-huh. Waar we het hier over hebben gehad. Je hebt 100 mensen in een straat, huis op de hoek. Geef je veel te veel lening, zodat iemand de prijs kan oppompen. En dan zeg je, hey, alle huizen zijn veel meer waard geworden. Ja, de buurman heeft hem verkocht voor 185.000. Ik kan zeker wel 195 vragen, want iedereen prijst zichzelf rijk. Ja. Dan komt er nog een joker die hem koopt ook.
Want die kan niks anders kopen. Ja, nou, dan heeft iedereen, heeft de hele straat heeft 10.000 euro verdiend. Dan heb je 1 miljoen euro geld gecreëerd. Ja. Zo werkt het, aan bezit. Ja. En dan zeggen mensen zoals van, ja, maar er zijn wel veel schulden, maar er zijn ook veel bezittingen. Ja. Nee, maar die bezittingen, die zijn afhankelijk van de hoogte van die schulden. We zijn weer afhankelijk van de waarde die mensen eraan toekennen. Ja. En dat betekent, en dat is de vraag of je kopers hebt. En op een gegeven moment... En als het land vergrijst, we hebben het allemaal, als het land vergrijst, dan heb je die kopers niet. En dan begint dat te dalen. En kennelijk ziet de Nederlandse bank dat ook. Want anders hadden ze niet tegen. Ja, er zijn wel weer 900.000 mensen op de vlucht in Idlib nu. Dus misschien dat die hier onze huizen kunnen komen kopen. Ja, dan hoop ik dat ze een hypotheekje kunnen krijgen. Ik hoop vooral dat we, zoals gezegd, ja, dat die vluchtelingen zijn nodig. Want de Europese economie vergrijst of zo. Ja. Ik hoop toch echt wel dat we niet zo harteloos gaan worden. Dat we mensen die vluchten voor oorlogsgeweld, dat we die als... economisch object zien. Maar ik ben bang dat dat wel gebeurt. In beleidstermen dat... Ik vind dat heel naar. Want je hebt altijd dan de mensen die... de standaard GroenLinksers en de D66ers die zeggen... Ja, ik ben voor het toelaten van vluchtelingen... want dan wordt het land lekker divers... en dan hebben die mensen hier en... En dan gaan ze ook de billen van onze bejaarden wassen... want die hebben we nodig en ze zijn veilig. Ja, wacht even, dat is een heel raar argument, hè? Ja. Want dan zou je bijna, als je hier tekort hebt in de zorg, dan zou je bijna daar een fikje gaan aanstoken. Ja. Dan ga je zo denken. Dat zijn toch, je moet vluchtelingenrecht en economische migratie, dat moet je toch compleet scheiden. Ja. Dat is toch van de zotte dat je dat... Maar goed, dat even terzijde. Laten we hopen dat de situatie in Idlib kalmeert en dat... Dat die mensen kunnen blijven dat de mensen gewoon lekker kunnen blijven waar ze zich thuis voelen. Dat is ook zo. Maar even over die huizen... Ik vond het heel frappant dat... Heb jij een huis? Heb jij een koophuis? Nee, ik heb huurfletje. Je hebt een huurfletje. Ja. Maar jij bent richting de 40. Ja, dus dan moet ik op een gegeven moment wel... ik wil toch wel een keer een huis kopen. Je bent een knappe jonge vent. Je zou toch eens een keer een gezin moeten kunnen stichten. Ja, dat is wel de bedoeling. Ik had net een... Een vriend van mij die noemt dat het uitgestelde leven van Arno Wellens. Ja, wie is dat? Laten we daar maar eens een keer komen. Dan mag die... Gewoon eeuwig je leven blijven uitstellen. Ik heb wel relaties gehad ook. Dan heb ik, En we gaan niet over de relatie. Kun jij een hypotheek krijgen? Moeilijk. Jij bent zelfstandig journalist. Ja. Recalcitrant. Ja, dat is ook zo. Nee, dat valt tegen. Wat je met een modaal salaris, wat je kunt krijgen. Uh-huh. Ja, dat hoop ik niet dat... Dat er een zesling komt, zullen we zeggen. Dat is de... Nee, dat is ook zo. Maar kijk maar eens, ik ga bijvoorbeeld... deel dat laatst met een militair, die kent een topmilitair. Zeg ik van, joh, je kunt geen mensen krijgen. Moet je eens kijken. Ga gewoon kijken naar de salarisschalen op je eigen website. Ja. En bijvoorbeeld een sergeant-majoor van mijn leeftijd. Ja. Als die een fout maakt, hè, dus een ervaren sergeant-majoor. Ja. Die een aantal missies heeft meegemaakt. Ja, en baan, die moet dan, als baan die, met serieuze consequenties. Serieuze consequenties. Als die een fout maakt, dan kunnen er jonge mensen omkomen. Ja. Aan zijn kant of aan de andere kant op de verkeerde manier. Ja. En daar kun je geen, daar kun je een parkeerplaats mee kopen met dat salaris. Ja. Dat is echt schrikbarend. Want ja. Je, ja. Dus dan... Ja, dat is waarom ik uit het onderwijs ben gegaan. Ja, nou, de rector daar, die zei van... goede resultaten met kinderen. Ouders waren tevreden, ja. Kinderen blij, collega's blij. Ik zei, fijn, ik neem ontslag. Ja, kijk, daar ga je... Daar waarom? Ga je, ja. Ik heb gekeken naar... Ik werkte op het gymnasium in Zwolle. Ja, ik heb gekeken wat ik hier kan huren. En ik heb gekeken wat ik kan kopen. En het komt er eigenlijk op neer dat ik als volwassen vent met een academische titel, docent die geacht wordt nog een beetje netjes voor de klas te verschijnen ook en zich nog verder te verdiepen ook de rest van zijn leven. Ja, en dan ook een paar kinderen ergens in een hoekje. Ja. Misschien ergens nog een keer een gezin stichten. Maar dan komt het erop neer dat ik kan wonen in een huurflat waar ik de keuken, de douche en de wc met 3 andere studenten moet delen. Ja. Dat is wat ik van dat docentensalaris, het kan niet. Nee, het komt gewoon niet uit. En toen zei ik, snapt u dit probleem? Snapt u waarom u nu voor klassieke talen alleen nog maar part-time huismoeders heeft? Ja. Ja, dat is precies hetzelfde. En dat is, maar daar ga je verplegers. Ja. Hè, dus dan zeggen we, we gaan verplegers uit Idlib dus halen. Maar we realiseren ons niet dat met die huizenprijzen nu, die totaal verziekte huizenmarkt, dat je hele samenleving kapot gaat en het ontwricht. Ja. En ik vind het echt heel erg. En ook maar we hebben hier alle argumenten ook al genoemd. We moeten uitkijken dat we niet in herhaling vallen. Maar het punt is, wij blijven komen met bewijzen voor datgene wat wij gezegd hebben, dat gaat uitkomen. En er gebeurt niks mee. En nu zeggen de banken waarschuwen voor een crash op de huizenmarkt. Ja, die ze mede zelf hebben veroorzaakt, sorry hoor. Ja, ze doen zelf mee. Kom op, zeg. Maar kijk, wat er gewoon gebeurt is dat...
De enige reden waarom je... wat ik zei, dus ik zei, jongens, hou rekening met toch met die huizenmarkt. Zeker vanaf 2026, als al die aflossingsvrije hypotheken gaan aflopen. Dan zou een slimme centrale bankier, die dat ook weet, of die dat intern bespreekt, maar dat niet aan de grote klok wil hangen, want je gaat paniek eerst intern een beetje oplossen. Dat snap ik ook wel. Ik zeg altijd tegen dat soort mensen achter de schermen van, wees nou gewoon lekker transparant. Zeg gewoon, zeg gewoon wat er niet klopt. Schrijf het af, toedeledokie, begin je opnieuw. Die huizen die staan er nog, hè? Ja. Misschien worden ze wel goedkoper en dan kan die verpleger er wel in. Ja, precies. Maar... precies. Nee, we kunnen ook de lieren weer invoeren in Nederland. En dan kunnen de prijzen met factor 1000 omhoog. Maar dat heeft niks te maken met waarde. Nee, precies. Dat is ook zo. Maar wat zij dan zeggen is... Oh. Kijk, wat ze dan doen is... Kijk, ik wist al... Op het moment dat ik dat zei en ik werd voor gek verklaard... Ik wist al dat DNB... al bezig was om die waarschuwing te geven... Hou eens extra echt vermogen aan, want het gaat mis. Ja. En iedereen bij de Kamercommissie... zegt wel... Huizenmarkt is... Jij bent gek, zeg. Ja. Net als in de film The Big Short. Hè. Dus je hebt die belegger die zegt van... Ja. The housing market is rock solid. Rock solid. Yeah, you're going to bet against the American housing market. Ja. Yes, sir. Je weet niet wanneer dit fout gaat. Maar goed, ja, kijk wat er gebeurt. Dus je hebt dat onderpand. Hè. Dus Dr. Mike Burry zit tegenwoordig in waterinvesteringen. Hè. Net zoals ik trouwens. Ja, dat wordt denk ik ook wel een... probleempje, maar daar heb ik geen verstand van. Ik spreek met experts. Ik heb verstand van grond, stront en water. En die laten mij dat grond, stront en water heel goed. Maar die bank die heeft inderdaad, die heeft op de linkerkant van de balans hebben ze hun bezittingen. Uh-huh. Dat zijn de leningen die ze aan jou verstrekken. Ja. Ze kunnen daar een deel van securitiseren. Dan is het inderdaad weg, hè, over de schutting bij het pensioenfonds neergeflikkerd. Uh-huh. Ik heb hiervoor net een heel gesprek gehad met Paul Buitink over Deutsche Bank, die dat feitelijk ook zo deed. Ja. Alleen die manier van securitiseren, dat doen we niet meer. Je hebt nu de covered bond of de pfandbrieven. Dat is nog door de koning van Pruisen uitgevonden. Dat is een soort securitisatie. Ja. Veel van dezelfde terminologie. Hè, getrancheerd, deal ratings enzovoort. Plakjes, ja. Alleen is het wel zo dat in de regel... dat als in een bepaalde plak er iets naast gebeurt... Uh-huh. dat de schade gedeeld kan worden met de uitgever van de bank. Ja. Dus een bijvoorbeeld ING kan securitiseren via de covered bond in plaats van de ouderwetse CDO. Uh-huh. Of de real estate mortgage backed security. Uh-huh. Dat is de Lehman Brothers stijl. Uh-huh. Dat is echt van hakken takken tak in een zakje over de schutting. Toedeledokie. En inderdaad met die covered bond, daar kan degene die dat heeft gekocht... Het originate to distribute model. Juist hem. En met die covered bond kan de koper, een pensioenfonds bijvoorbeeld, die kan het drol weer teruggooien. Ja. Dat is het. Dus je kan denken, ik heb toch gesecuritiseerd, de rol is weg van mijn balans. Die rol kan terugkomen. Ja, er zit dan een prijsafspraak in, wat je dat dan kost. Dan heb je dus kosten. Dat kan gebeuren, dat is tak 1. Ja. En tak 2, misschien even een brugje naar het coronavirus. Ja, dan heb je die shit weer terug. Dan heb je die shit weer terug, dus dat is problematisch. Dan heb je dus weer huizen op de plek waar je dacht dat je geld kreeg. Ja, maar deze kun je niet in isolatie zetten, want dat wordt een virus, want die prijzen gaan dan kelderen. Ja. En dat is stap 2, want dan gaat dus dan gaat het onderpand bij jouw lening. Damn your smart. Die gaat dan omlaag. En dan moet je daar meer eigen vermogen voor aanhouden. Uh-huh. En als dat in één keer gebeurt, dan weten die banken niet wat ze moeten doen. Dus DNB houdt al rekening met een klap in 2026, 27 of 28. Ik ga het even kleiner maken. Ik weet het, ik heb dit besproken met mensen. En ik wist het. Ik wist dat dit zou gebeuren. Daarom heb ik dat ook gezegd. Ja, maar dit is dus een I told you so waar je niks aan hebt. Ik wil hem even klein maken. Ja. Ik geef jou even twee opties. Weet je nog wel over corona hebben? Ja. Nee, we zijn er nog niet. Je hebt twee opties. Speel ik hem ad hominem en ga ik deze vriendelijke dat kapot maken. Jonge man. Ik weet niet wat je andere... Ga ik die door gewoon helemaal... jij idioot. Oké, vergeet de reductio ad Hitlerum niet. Totaal onterecht. Nee, precies. In zes zinnen naar Hitler. Of ga ik deze jongen een hart onder de riem steken? Doe toch maar hart onder de riem. Maurits Bongenaar. Ja, de lief? Moet ik lief doen? Maurits Bongenaar. Hashtag lief doen? Oké, hashtag lief doen. Nou, dikke me. Ik heb je hier gered, hè, Maurits? Okay. Ik heb geen idee wie Maurits Bongenaar is, maar ik denk dat ik heb een fotootje van Maurits Bongenaar. Ik zal jou dat even laten zien. Ja. Het is een heel klein fotootje, maar mensen thuis kunnen gewoon... Maurits Bongenaar, die schrijft een artikel. Ja. En woningnood. Oh, past een beetje bij meer mensen zullen recht op huisvesting opeisen. Wacht even.
Verdringen op de woningmarkt mag. Het recht op huisvesting is een grondrecht en ook een mensenrecht. Maurits Bongenaar ligt toe wat dit betekent voor de overheid en woningzoekenden. Nou, dan krijgen we een heel verhaal. Een heel verhaal met allemaal bladibla, 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 bladibla. En dan komt het volgende. Artikel 11 van het ICESCR is een klassiek grondrecht. Waar burgers wel een beroep op kunnen doen. Naarmate de woningmarkt ernstige vormen aanneemt, is het een kwestie van tijd voordat een georganiseerde groep desperate woningzoekenden een beroep doet op het recht op huisvesting, aldus Van Hal. Wat mij betreft ligt dit genuanceerder. De eerste drie plichten voor de overheid zijn concreet. Alleen de beleidsplicht van overheden is abstracter. Aantonen of een overheid handelt naar haar capaciteiten of elke mogelijke inspanning levert, is niet eenvoudig. Maar dat het recht op huisvesting meer is dan een populaire term en dat Leilani Farha met The Shift een meer fundamentele lading toevoegt aan de discussie omtrent woningnood in westerse steden, mogen duidelijk zijn. Kijk, hier hebben we nou een jongen, hij predikt erg voor eigen parochie. Hij is jong en hij ziet, ik kan geen, hij... Waarom moest hij doormidden? Ik zit al mensen te appen van in het Afrikaans van jongens, we gaan nu... Nou, maar waarom? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Luister, deze jongen, die dus... hij ziet eruit als in de 20. Ja? Die ziet zichzelf, dat voel je aan alles, die ziet zichzelf als onderdeel van die georganiseerde groep desperate woningzoekenden. En hij zegt dus, wij hebben het grondrecht op een huis, zelfs op een huis op een plek van onze keuze, betoogt hij hier in dit verhaal. Ja. Dus deze jongen, zonder... Hè, we moeten hem ook netjes even opzoeken en de video even sturen. Maar misschien moeten we hem uitnodigen, kan niet. Ja, misschien... Dat is wel fijn dat je niet te agressief in bent gegaan. Ik zal Maurits uitnodigen en zeggen van... Ja. Hoe komt het nou echt, lieve jongen, dat jij geen huis hebt? Want hij snapt het dus niet. Hij zegt, ik heb het recht... En ik denk dat er een groep gaat opstaan en die gaat de overheid dagvaarden voor het niet bouwen van genoeg huizen. Als het de overheid is die door wanbeleid... Ik ga even met hem mee. Oké, kom maar. Als de overheid door wanbeleid, want dat is wat er gebeurt, dus de combinatie van afknellen van aanbod en het makkelijker maken om mensen te veel te laten lenen. Uh-huh. Bijvoorbeeld 1996, daar hebben we het hier over gehad. Uh-huh. Dus het... Originate distribute model, dat, dus extern geld, beleggers. Extern geld erbij, inderdaad. Iedereen in hypotheek, vooral de mensen die het woord niet kunnen spellen. Ja, en meer hypotheek toestaan, regels versimpelen. In combinatie met oneindige immigratie, want dat is het gevolg van het Schengen-verdrag. En dan moet je op een gegeven moment, kun je als overheid ook wel realiseren van, hè, even los van jouw waardeoordeel over migratie. Maar als je veel immigratie hebt... Nee, maar in het algemeen. Ik heb dat. Dat is weer zo'n beladen woord, ik ook niet. Maar als er meer immigranten komen, wat voor reden dan ook. Die moeten ergens wonen. Ja, een mens moet ergens wonen. En dan zegt de overheid, ja, maar stikstof, ook een zelfgemaakte crisis. Stikstof, dus gaan we helemaal niet meer bouwen. Bed, bad en brood, daarmee bedoelt men eigenlijk, dat bed, dat staat meestal onder een afdak. Ja. Waar dat ineens vandaan komt, echt bismis. Is de garantie op een bed, nou, je zou ook kunnen zeggen, van we kunnen al die vluchtelingen, net zoals al die Japanners, in van die doodslades... Ja, daar kunnen ze ook slapen. Ja, dat is ook gezellig. Dan heb je ook een bed. Ja, we hopen dat ze niet dat virus maar hoe zit dat met het recht op een huis? Nee, maar oké, dat is een juridische vraag of een ethische vraag. Dat is een juridische vraag. Je overvalt mij hiermee. Ik Doe weet ik. Het niet. Kijk, ik kom van platteland. Ik ben een beetje een boer. Ja. En het feit, kijk, dit hele woningmarktdossier, we hebben het er weer over. We hebben het hier veel over gehad aan tafel en helaas krijgen wij gelijk. Hij heeft er wel last van en met hem een aantal mensen. Dus dat hij zegt, eigenlijk is het... He, dat je je op een gegeven moment afvraagt, als het de overheid is die door wanbeleid het moeilijker maakt voor mensen om een huis te krijgen, uh-huh. Krijg je dan niet op een gegeven moment het effect dat mensen zich gaan organiseren, protesteren, een rechtszaak beginnen, weet ik veel, ja. Om toch nog een beetje aan bod te komen. Ik vind niet zo gek wat hij zegt. Wat ik wel denk is, kijk, wat ik zei, ik ben een boer. Uh-huh. Ik denk gewoon praktisch. Dus je kunt wel zeggen, nou ja, het was een of ander wetsartikel of zo waar... Ja, een of andere, volgens mij is artikel 28 van onze eigen grondwet. Ja, een of andere afkorting had je. Dat zal een of andere internationaal... Internationaal verdrag. Het internationaal verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten. Nou, prachtig. Weet je wat? Ik ga eens niet lullig doen.
Mooi dat dat verdrag er is. Ja. Wat is de praktische werking van het verdrag? Nul. Nul. Want ja. Het is niet inroepbaar. Het is niet inroepbaar. Je hebt er niks aan. Je kunt, nee. Niet, nee. Je kunt niet ergens naar een braakstuk in het terrein in Amsterdam gaan en zeggen, ja, ik heb het recht om hier te wonen. Volgens dat verdrag, boem, staat een huisje voor je. Ja. Zo werkt het. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik vind niet. Ik vind dat je het onaardig bent voor hem. Nee, ik ben niet onaardig. Maar ik zeg. Nee, nou, je wou hem net nog. Nee, helemaal niet. Ik zal een ad hominem spelen. Want deze jongen die raakt natuurlijk een punt wat mijn interesse heeft. Ik heb zijn artikeltje uitgeknipt. Dus. Jij bent ook een bijzonder, hè? Ja. Ja, ik knip graag artikelen uit de krant. Dat vind ik leuk. Dat is een soort hobby. Maar ik dacht dat mijn vader geleerd. Ik dacht dat het een vervelende hipster was die weer iets heel slim zei. Nee. Maar deze jongen die gaat nu de overheid hiervoor aansprakelijk houden. Terwijl het zo gek is dat niet. Het probleem is toch veel breder. Nee, maar de overheid had toch in al die kredietverruiming, et cetera, hadden ze toch veel eerder moeten ingrijpen. Ja? Vanaf 1996. Ik bedoel, de Nou spreekt je de overheid erop aan. De overheid was hoogstens de controlerende macht op de daadwerkelijke macht die dit veroorzaakt heeft, namelijk de financiële sector. Ja? Die hadden toch wat ethischer gedrag aan de dag moeten leggen. En waarom wordt de financiële sector niet door deze jongen? Waarom ziet niemand in dat de woningmarkt en de financieringsmarkt. Dat die met elkaar. Ja, ik zie dat wel. Dat die vervlochten zijn. En zowel die. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind zij. Ook die Michiel Cousy van het Parool. Die heeft ook nog nooit een fatsoenlijk woord opgeschreven over de betrokkenheid van banken. Bij die vorming van de huizenmarkt. Doet hij nu ook weer niet. Dus die journalist van het Parool. Die doet er ook niks mee. Nou, ik vind het wel al dat hij. Het is goed dat hij daar melding van maakt. Het is een beginnetje. Zeker, maar woningmarkt, huizenmarkt is zijn onderwerp. Maar hij heeft het nog nooit gehad over de betrokkenheid van banken. Nog nooit. Nee, oké. Okay. Dus dat vind ik toch raar, aangezien de financieringsmarkt en de woningmarkt, zeg maar, hang die zijn. Ja. Swedgin. Sorry, hoe? Swedgin. Oké. En dan heb je Maurits Bongenaar, zo'n vriendelijk lieve jongen die waarschijnlijk geen huis kan vinden, die zegt, ik heb verdikken me een grondrecht. Ja. En die gaat dan misschien vinden dat de overheid aangesproken mag worden, terwijl eigenlijk het de financiële sector was die dit onmogelijk gemaakt heeft. Ja, maar je moet ergens beginnen. En jij zegt, migratie doet ook mee. Het is een aantal dingen die meespelen. Maar dan moet hij dus ook alle beleggers maar interviewen. Of interviewen, dagvaarden. Want die zorgen ook voor de verdringing. Wacht even, ja, kijk, dat is het probleem. Als je mij dus, als je vanuit je heup op mij schiet, dan moet ik even nadenken. Ja, je moet ergens beginnen. Oké. Okay. En ik vind dat je banken er zeker op kunt aanspreken. Maar als je dat juridisch zou doen, ja. En ik denk dat dat vrij weinig zin heeft. Dus ook wat hij doet, is dat je zegt, ja, maar het recht zegt dat enzovoort. Uh-huh. Ja, helaas, ik sympathiseer met hem en met zijn doel. En ik denk dat hij groot gelijk heeft. Ja. Hij kan niet wonen. Eigenlijk. Nee. Hè? Ik noem dat de generatie te vergeefs. Ja. Dat is ook zo. En ik herken het probleem. Maurits Bongenaar, dit is te vergeefs. Ja. Wat je aan het proberen bent. Ja. Ga iets anders doen. Bouw een app. Of zo. Bouw een app, verdien miljarden en doe mee aan die verdringing op die woningmarkt. Ja. Zorg dat je aan de goede kant van de best man win. Welkom in het kapitalisme. Wat nou sociale grondrechten? Wat nou culturele en economische grondrechten? Het recht op een huis? Ik dacht dat jij iets... Ik ben het helemaal met hem eens, maar het is er niet. En wat mij tegenvalt is dat niemand er echt voor vecht. Er wordt heel veel over geschreven. Ja, maar wat moet je dan doen? Wat moet hij doen? Wie vecht nou voor dat recht? Kijk, even los van hemzelf. Je kan ook zeggen, trouwe rijke vrouw. Nou, hij moet vechten voor zijn recht. Met die groep. Ja. Oké, wat moet die groep praktisch doen volgens jou? Nou, dat stukje land bezetten. Ja, oké, maar hij begint al een beetje... Ik zou zeggen, bezet een stuk land inderdaad. Pak een weiland in het groene hart en zeg, ik mag hier wonen. Ja. En maak er een proefproces van. Dan heb je tenminste een leuk verhaal. Dit is gewoon... Oké, het is te slap. Het moet meer hardcore. Het punt is... Het is verschrikkelijk dat ik het zeg, maar ik heb ooit als antidemocraat op het wetenschappelijk bureau van D66 gewerkt. Om het tegengeluid. Ja. Ik gaf het tegengeluid daar. Ja. Dus dat was een leuke vent die daar aan het roer zat. En die zei, we moeten eigenlijk iemand hebben in onze gelederen die het niet met ons eens is. Eigenlijk wel. Bij een wetenschappelijk bureau. Dus toen vond hij de meest recalcitrante klootzak die hij kon vinden. Anti-D66. Wil jij ons niet vertellen wat wij fout doen? Dat heb ik gedaan. En daar kwam op een gegeven moment een opmerking uit die man. Die zei de opmerking, opwinding gevraagd. In Nederland wint niemand zich meer op. Je mag niet, in dit land mag je niet boos worden om iets. Je mag niet ergens voor gaan staan en bereid zijn te vechten. Dat deze meneer wel doet, maar goed, ja. Nee, hij staat er niet voor. Hij analyseert het. Wat ik gaaf had gevonden, is als hij gezegd had... Hij had zich meer moeten opwinden. Call to action. Nee, call to action, meld je allemaal maar bij mij. Ja.
En misschien dat we Maurits Bongenaar een beetje kunnen aanvuren om hem een beetje meer opwinding gevraagd. Want Maurits, als jij je niet gaat opwinden, gaat iedereen jou gewoon uitlachen zoals ze dat ook doen met Arno Wellens. Arno Wellens wordt ook uitgelachen als hij met de juiste boodschap komt. En dat is waarom ik zeg, ik speel hem ad hominem. Maurits Bongenaar, naar mij toe, of naar hem, ik vind jou net zo lief als dat ik Arno vind, maar je bent een idioot als jij denkt dat het schrijven van een artikeltje iets gaat veranderen. Of als je denkt van, laat ik eens met politici gaan praten. Een klein beetje meer opwinding in de samenleving. En dan zegt iedereen, ja, je bent een opnaaier van het volk, Sven. Ik ben geen opnaaier van het volk. Dit volk is zo ontzettend tam dat als je hier 6 gemaskerde negers op los zou laten, dan zouden ze nog niet opgenaaid zijn. Tenzij dat je ding is. Gewapend ook, hè? Ja. Dus dan krijgen we wel weer dat mensen er zeggen, ja, je mag dat, ja, dan mag je dat weer niet zeggen. Of rednecks, boerenkerels. Maar het punt precies. Er moet iets gebeuren waardoor mensen zich gaan realiseren, wanneer gaan ze nou bewegen? Ja, niet. En het kijk wat er nu gebeurt, het verbaast mij ook. Men laat dit alles. We laten dit escaleren en we hebben dus de lessen van 2008 en er wordt weer niet geleerd. En dan gaan ze weer in overlegmodus. Ja. Midas Dekkers zei, als iemand in de bar niet met jou wil kletsen, dan verkoop je hem een poeier op zijn gezicht. Je mapt hem naar buiten en vervolgens zeg je, kom maar weer terug en proberen we het nog een keer. Maar je kunt die fase niet overslaan. Je kunt niet of je Midas Dekkers in alles leidend moet laten zijn. Maar ik snap waar je mee zit. Maar kijk, onder alle omstandigheden, jij hebt toch vaak genoeg problemen gesignaleerd? Ja, dat is ook zo, maar ik word dan niet boos. Er gebeurt toch niets. Dat weet ik. Er gebeurt toch niets mee. Maar kijk, uiteindelijk na een jaar of zo krijg je gelijk. Dus ik word eerst geridiculiseerd. Ja. Dan hoor ik van binnenuit bijvoorbeeld bij DNB je hebt wel gelijk. Maar in de tussentijd zijn er zoveel slachtoffers gevallen. Ja, dat is ook zo. Dat had je willen voorkomen. Maar dat is niet iets wat je jezelf hoeft aan te rekenen. Meneer Bongenaars die doet ook maar wat hij kan. Hij doet wat hij kan. Hij kan niet in zijn eentje iets gaan bezetten. Misschien als mensen dit stuk hebben gelezen en jouw vurig betoog. Dat ze dan meegaan helpen om dat eiland te bezetten. Je weet wanneer het dapperheid is, hè? Als het echt moeilijk is. Ja, als het echt moeilijk wordt. Dus ik zou graag de Platoonse deugd van de dapperheid aan meneer Bongenaar willen meegeven. Dat je bent pas dapper, niet als je zo'n artikel schrijft, maar als je zegt, ik ga hier consequenties aan verbinden. En ik ga mezelf groter maken dan ik eigenlijk ben. Ja, ja. En ik weet dat ik eigenlijk... Ik vind niet, kijk, je hebt weer een heel verhaal, maar dat is heerlijk. Dat is gewoon dat pushje waar we het in het begin over hadden. Jij doet dat. Hij doet ook maar wat hij kan. Maar kijk, je moet je wel realiseren dat als we gaan proberen om... Of we zeggen, hij heeft gewoon geen recht op een huis. Dat kun je hem ontzeggen, maar dat is wat er nu feitelijk gebeurt. Hou je hoofd, dus stomme millennial, je hebt überhaupt die rechten ja, niet. Ja, dat is de... Dat had je maar rijkere ouders moeten hebben. Ja. Maar dat is de uitkomst van het beleid dat er nu is. En het is geen doelbewust beleid. Welcome to capitalism. Greed is good, money never sleeps. Het is geen kapitalisme. Nee, wat is het dan? Corruptie. Het is geen kapitalisme. Het is onkunde. Het is crony capitalism. Het is een vorm van verstoorde vrije markt, waarbij de ene partij wordt bevoordeeld ten opzichte van de andere. Kijk, wat je ook kan doen, je kan 2 voetbalteams hebben. Uh-huh. En dan ga je bij het ene voetbalteam de armen achter de rug tapen. Ja. En dan kan je zeggen, ja, maar die armen heb je niet nodig, want het is voetbal. Maar je moet wel eens een keer proberen te rennen met je armen vastgetaped achter je rug. Uh-huh. En voor de keeper is het helemaal vervelend. Goed voor de balans. Dus de ene partij is gewoon benadeeld ten opzichte van de andere. Uh-huh. En dan ga je zeggen, we gaan nu voetballen, 90 minuten, 2 halfde... Beetje verlenging, 11 en je mag wisselen, enzovoort. Dan kun je zeggen, ja, één iemand verliest, maar ja, dat is vrije markt. Dat is geen vrije markt. Je hebt er eens ingrijpen van tevoren. En dat zijn al die dingen die wij hebben genoemd. Het versoepelen van die leennormen, het toestaan van securitisatie. Wat je bij de securitisatie ziet, is dat die banken die dat doen, die verkopen die securitisaties met NHG. Ze zeggen tegen die buitenlandse investeerders van, koop dit nou. Ja. Want als het fout gaat, dan hebben we NHG en dan garandeert de staat het. Dus er komt een zeer kapitaalkrachtige partij naar Nederland. Uh-huh. Die kan daar een bepaald risico lopen, gegeven het onderpand enzovoort. Uh-huh. En die wordt gewoon gedeeltelijk gerustgesteld. Van, nou, maar de overheid helpt jou wel. Ja. Dus de overheid zegt vervolgens, we gaan ook knellen. Ja. En nu helemaal met die stikstofonzin. Ja. Er is helemaal geen stikstofcrisis, heb ik hier wel eens genoemd. Ja. Uitstoot van stikstof, ook in de landbouw, is gehalveerd ja. in 1 generatie. Dus de overheid doet allemaal dingen. Ja.
opgestapeld, niet bewust, maar het is wel de uitkomst van het proces. Ja, dat is, dat is omdat de overheid... Maar waarbij je zijn eigen noodzakelijkheid bewijst door dingen te veranderen de hele tijd. Ja, maar dan... Maar ze zijn een beetje bolgeslagen. Maar dat is geen kapitalisme. Dat is geen kapitalisme. Okay. Kapitalisme is dat je mensen onder gelijke omstandigheden, onder gelijke klimatologische omstandigheden, zo is het geboren. Zo staat het in die boeken van Adam Smith, Wealth of Nations uit 1776 en David Ricardo on the Political Economy uit 1834. Ik heb ze allebei gelezen en er staat de overheid moet zich terugtrekken. Je moet de economie vrijlaten. Je moet gildes openbreken. Je moet het toestaan dat handelaren wijn uit Portugal halen en zalm uit Noorwegen. In plaats van dat je in Engeland dat je een beetje bij elkaar gaat zitten prutsen. Dat wordt helemaal niks. Daarom hebben ze in Engeland ook van het vieze eten. Het is een brei van een beetje alles door elkaar. En alles met een beetje azijn. Alles een beetje azijn erdoorheen. Salt en vinegar. Dat is ook zo. Extra vinegar. Maar dat was het idee. Haal je druiven uit Portugal en je wijn omdat het klimaat daar beter is. Dat is kapitalisme. Maar als je die beleggers met een enorme kapitaalkracht en met achter zich centrale banken, die bewust de rente ook nog eens laag houden, waardoor die beleggers extra worden aangejaagd. Dat zijn allemaal actoren die ten eerste, waar Maurits Bongenaar, die kan er eens een eentje niet tegenop. Nee. Die kan daar niks. Dus, kijk, kapitalisme, dat is voetbal, dat zijn twee gelijke partijen. Ja. Je hebt Maurits Bongenaar, die staat in zijn eentje. Die staat met een hockeystick op een rugbyveld. Die staat met inderdaad. En op dat, op dat rugbyveld zijn dan 20 tegenspelers. En Lagarde, die heeft daar een printer waar oneindig veel geld uit komt. En dan heb je ook nog wat foute Oost-Europeanen die nu ook pandjes opkopen. Ja. Je hebt wat Nederlandse loesjeverhuurders. Je hebt de banken en de pensioenfondsen die in die securitisatie zitten enzovoort. Hij staat in zijn eentje tegen een heel rugbyteam. Ja, en dan zegt Rutte, die staat erbij van by the way, we gaan niet meer bijbouwen. Met een sjaaltje. Want dat is slecht voor stikstof. Dan krijg je meer stikstof of zo. Een krankzinnige redenering. Ja. En daar moet hij in zijn eentje tegen vechten. Hij verliest dat. Ik sta helemaal aan zijn kant. Ik ben helemaal met hem. Het enige wat hij wordt niet eens gewelddadig. Wat jij nog zou doen, wat jij niet eens doet. Ik zeg niet gewelddadig. Ik zeg alleen, er is misschien een punt, zo in waar wij aanbeland zijn, dat ik mij afvraag aan jou. Ja, dat doe jij. Ja, kom maar. Ja. Hoeveel interviews gaan wij nog doen? Hoeveel Maurits Bongenaars gaan nog verhaaltjes schrijven? Hoeveel Joris Luijendijks gaan nog boeken schrijven over wat er allemaal niet deugt? Totdat... Ja, of jij en ik hier... Ja, totdat de mensen zo klem zitten. 800.000 gezinnen hebben moeite om hun huur te betalen. Ja. Maar je hoort ze niet, je ziet ze niet. Het aantal daklozen is verdubbeld. Je ziet een klein beetje, je ziet die verhaaltjes een klein beetje. En je ziet de hele meute met zijn oogkleppen op gewoon zeggen, ja, maar er is toch niks aan de hand. Blijkbaar is er iets meer nodig om die mensen hun oogkleppen van hun hoofd te krijgen. Ja, het is het halve Zelstra-effect. Dan? Het is de... Ik denk eerlijk gezegd dat... Kijk, die bubbel die in de Nederlandse huizenmarkt zit, dus dat IMF-rapport wat jij noemde, wat dan wordt geridiculiseerd door Balken en Den Bosch en dat het daarna uitkomt. Die situatie heb je nu weer. Ja. Dat is te laat. Maar waarom worden die klojo's niet eens een keer opgepakt? Door ons openbaar ministerie. Mensen stemmen er weer op, hè? Dus, ja. En dan leef je de minister van Justitie, dus dat gaat niet gebeuren. Maar kijk, de centrale banken, die hebben bij de start van dat QE, onder verschillende scenario's, ze hebben heel eerlijk gezegd, wij kunnen tijd kopen. Wij kunnen tijdelijk de rente laag houden, zodat er meer wordt geleend. En dan kunnen die huizenprijzen, die gaan niet ineens instorten. Dat is ook vervelend. Maar wat je dan kunt doen, is dat je, als je tijdelijk dat opstuwende effect op bijvoorbeeld je huizenmarkt hebt, we houden het daar eventjes op. Dus de ECB doet het, de Fed in Amerika, de Bank of Japan. Die gaat ook een keer weer remmen. Dus die centrale banken hebben ook gezegd, wij kunnen dit niet eeuwig blijven doen. Nee. Mario Draghi heeft dat, ik heb hem dat 4 of 5 keer gewoon horen zeggen bij een persconferentie, dat hij zegt, ik los problemen niet op. Ik koop tijd voor jullie. Ja. En de politici die kunnen die tijd gebruiken om maatregelen te nemen. Wat ik zei, ik heb net een heel filmpje opgenomen met Paul Buitink over de banken en Deutsche Bank. Als je de externe schuld bijvoorbeeld, even naar Europees niveau, maar dat zie je ook op Nederlands niveau. Je ziet de externe schuld van Griekenland, dus wat dat land leent in het buitenland. Niet alleen de overheid, maar ook de... Neemt dat nog steeds toe? Het zit nog steeds boven het niveau van 2008. Dus je had kunnen zeggen, zit op een gezond niveau van 100 miljard euro in 2001. Ja. Dan knalt het omhoog naar 400 miljard
in 2008. Ja. Overduidelijk een totaal onduurzame situatie. Ja, ja. Dan krijgen we crisis in 2008. Zeggen we, oh, we moeten wat gaan doen met z'n allen, moeten wat gaan doen. Dan komt de interventie van de centrale bank. Ja. Maar staat, als die 400 miljard uitstaat... En nu is het 440. Maar als die 440 uitstaat tegen 0% rente, dan voelt de bevolking het niet, toch? Nee, maar het komt nooit terug. Nee, maar ja, dan zegt de ECB toch een keer knip. Ja, als je dat doet, dan wordt het een verlies voor de ECB. En dat smeren ze nu uit. Maar ja, wat maakt het nou uit? Want de ECB heeft dat geld bijgedrukt. Dus dat is toch helemaal geen verlies voor ze? Jawel, want het staat bij hun ook als schuld en eigen vermogen enzovoort in de boeken. Ja, maar ze gaan er zelf over. Dus het is vestzak, broekzak. Er zit niks in mijn vestzak, weet je wat? Ik haal dat eruit en ik doe niks in mijn broekzak. Ja, dus kijk, totdat iets terugkomt. Hè? Dus als Griekenland op een gegeven moment, als de ECB een lening bijvoorbeeld aan de Griekse overheid overkoopt. Wat is het onderpand voor niks. Die lening? Ik zou gewoon voor de Griekse staatsobligatie. Dus Deutsche Bank of BNP. Nee, maar dan is de belastingplicht van alle Grieken toch onderpand voor de ECB? Ja, maar die redden het niet. Dat was het hele probleem. Oké. Okay. Dus dan moet er iemand anders bij. En dat dus we hebben, we hebben helaas geen noxale aansprakelijkheid meer. We kunnen niet nu die Grieken verhandelen. We kunnen niet, je kunt ook niet het incassobureau naar Griekenland sturen of zo. Dus je gaat daar gewoon een verlies moeten nemen. Oké. Okay. En kijk, dat is wat er gebeurt. Maar goed, Mario Draghi zegt nog, maar dat geldt ook voor de huizenmarkt. Ik koop tijd voor jullie. Dus het water staat bij de mensen tot aan de lippen. Die dijk staat op doorbreken. Mario Draghi zegt, ik hou die dijk wel even tegen. Dat kan ik even doen. Maar als geen gezonde situatie, bedenk een oplossing. Ga verhuizen. Help mee de dijk te versterken, weet ik veel. En die tijd is verkwanseld. Ja. We hebben niets gedaan. Als Europeanen, dus op het vlak van de Europese schuldencrisis, maar ook de Nederlandse huizenmarkt. In die 6 jaar is het gewoon weer geëscaleerd. En als je nu... En dan noem jij mij defaitistisch. We gaan afronden. Een goeie. En kijk dus, als je zegt van... Kijk, het is al te laat. Het is al te laat. Want er worden nu huizen verkocht voor meer dan 10.000 euro per vierkante meter. En dan zie je bijvoorbeeld dat een oude hotelkamer is 3 ton. Ik ben nu toch geneigd... Ja, een hotelkamer is 3 ton. Ja, dan is dat... Als je dan zegt... Maar goed, zo'n hypotheek is gesecuritiseerd. Ik ben geneigd nu eventjes dan dat fot wat ik zelf publiceer af en toe met jou ook daarbij. Het is een oorlog reeds verloren. Ja en nee, kijk. Als je zegt de oorlog is reeds verloren, dan kun je alles weggooien. Dan komen de Duitsers weer onze vrouwen halen. Wat je moet accepteren, waar ik gewoon voor ben, is dat je een haircut doet. En dat je alle hypotheken door midden doet. Gecorrigeerd voor jouw of nieuwe, mensen wel of niet. Jouw, jouw nieuwe vlog heet, we moeten met z'n allen naar de kapper. Nou ja, ik moet naar de kapper, hè? Ja, ik ook. Ja, nee, ik kreeg wel zo'n foute korenmat. Mensen denken dat ik bij het koren heb gezeten, maar dat is niet waar. Nee. Ik ben een spijtknor, maar luister. Laatste punt. Je moet die combinatie tussen te hoge huizenprijzen. Dus opgeblazen huizenprijzen met idioten, met ongezond hoge schulden. Er is maar één oplossing. Waar en wanneer en hoe je het ook doet. En dat is een haircut. Dus wat je zou kunnen doen. Dus toch die schulden afschrijven. Schulden afschrijven. Alleen dan ga je pensioenfondsen dat voelen. Dan ga je banken het voelen. Maar het is onvermijdelijk. Daar schreef ik een artikel over in 2014. Ja. En het is onvermijdelijk dat het gaat komen. En de ECB en de BIS, de Bank of International Settlements. Dus ik werd eerst geridiculiseerd. Jij werd helemaal geridiculiseerd. Maar dat is terecht. We hebben het hier vaker over gehad. En ik weet de laatste keer dat ik er nog over werd geridiculiseerd. Dat was in de Tweede Kamer. Zie je dan allemaal van die bankaire economen. Hoezo is het terecht dat ik geridiculiseerd word? Dat lijkt me wel logisch. En dan spreek je daarna ook zo'n kerel. En dan zeggen ze van... Maar ik heb hier niks over gelezen in andere kranten. Ik krijg dat alleen voor jou. En ook dingen met de eurocrisis. En dan zeg ik heb toch het NRC Handelsblad? Ik heb het NRC Handelsblad. Waarom heb ik hier niks over gelezen? Nou, dat is omdat die NRC-mensen, met alle respect, die komen hele flauwe stukjes schrijven. Je weet als je zegt met alle respect dat je geen respect voor ze hebt. Daar komt er iets heel ergs. Dat is een weasel word. Dan komt er iets naars. Nou, het laatste NRC Handelsblad, die komt Café Weltschmerz nog eventjes reductio ad Hitlerum doen. Gaat het verder niet over hebben. Maar die kerntaak als journalist, en dat is gewoon dat soort beleidsdocumenten lezen. Zorgen dat je goede bronnen hebt bij de Nederlandse Bank, bij BIS, weet ik veel. Het zijn gewoon van die viespeuken die hier in Amsterdam wonen en die stukjes moeten schrijven. Ja. Het zijn we spreken weer voor eigen parochie. Mensen zeiden van, ja, wat Arno zegt, dat is echt zo waar. Weet je wel, gewoon 10 reacties onder elkaar. Toen was er eindelijk iemand die het niet met me eens was. Ja. En die zei van, wat een fanboys van Arno hier, als hij op tafel gaat zitten schijten, dan klappen jullie ook nog. Nou, om dat te testen ga ik nu... Nee, maar...
Je moet afschrijven. Maar kijk, laat me dit punt afmaken. Die wat je ook doet, dus je kunt het uitstellen. Uh-huh. Je kunt het laten ontploffen op een manier waarbij bijvoorbeeld de nationale hypotheekgarantie wordt ingeroepen door een aantal van die buitenlandse beleggers. Ja. Je kunt het proactief doen. Uh-huh. Je kunt alles wijst op een haircut. De Nederlandse huizenmarkt is niet rock solid. Nee. Net als het aandeel Lehman Brothers, dat was het ook niet. Dus we zouden zeggen, investeer nu in het nieuwe hedge fund van Sven Hulleman tegen de huizenmarkt. Tegen de huizenmarkt. En dan laten we dat misschien gaan doen. Maar dan, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, die pensioenfondsen hebben veel van die hypotheken, van die gestructureerde hypotheken. Ze zullen pensioenen omlaag moeten. Dat is een mogelijkheid. Komen we toch bij het coronavirus? Gaan we afsluiten? Daar gaan alleen maar oude mensen dood door het coronavirus. Dus daar zit ook een oplossing. Dan heb je de pensioenen niet. We hebben een hoop mensen boos gemaakt deze uitzending. We zijn er. Linksom of rechtsom, wij gaan naar de kapper.